Dag, ik kom namens Kerst in Oudkampen. Ik wou je er wat graag wat over vertellen. Ik heb helemaal geen contant geld thuis. Ik maak wel... Nee, dat is niet de bedoeling. Heb je niet een foldertje of zo? Nee, we hebben dit jaar geen foldertjes. U moet Kerst in Oudkampen dit jaar in een heel ander licht zien. Gaat u maar even mee. Kerst in Oudkampen staat dit jaar in het teken van het licht. En het is mijn taak om iedereen een tipje van de sluier op te lichten. Snapt u wel? Komt u even mee? Kijk, Kerst in Oudkampen moet u niet te licht zien. Kerstfeestje hoeven we natuurlijk niet lichtelijk te overdrijven. Kijk, alle monumenten in Kampen worden mooi uitgelicht. Heeft u nog even? Dat ligt eraan. Kijk, we hebben straatlantaarn, licht hebben we. Zelfs de deurbel geeft licht. En we hebben zelfs rood licht. De kerktoren is verlicht. De Kamperbrug is verlicht. En de boden zijn verlicht. En kijk, heel bijzonder, de auto's hebben licht. En wat nog in ieders vers geheugen ligt, dat is dat hier de ezelkogge is gelicht. Oh. Ik wil nog één ding voor u uitlichten. Nou, het is goed, meisje. Ik zag net een heel mooi ander lichtje daar. U bent toch niet lichtelijk geïrriteerd? U hoort het. Kerst in Oudkampen staat dit jaar helemaal in het teken van licht. Op 22 en 23 december wordt de stad extra feestelijk uitgelicht. En staan er vele acts voor het voetlicht. Steek uw licht op bij Kerst in Oudkampen. Kijk op www.kerstinoudkampen.nl voor alle informatie. Zeg, hoe was het eigenlijk afgelopen met die voorlichter van Kerst in Oudkampen? Nou, die licht. Kerst in Oudkampen wordt weer gezellig. Aan ons zal het niet liggen.